Want ik ga namelijk vanavond naar de kermis in Schagen. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag is het uit mijn hoofd. Nou kijk, toch eventjes 25 juni. Het is al 4 uur in de middag. Ik ga eventjes opnames doen. Dat kan mooi nog even voordat we even wat eerder gaan eten. Want ik ga namelijk vanavond naar de kermis in Schagen. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik heb alleen mijn vriend nog niet te pakken kunnen krijgen met wie ik. Die moet namelijk later met de trein opstappen. Dus dan moeten we eigenlijk elkaar gewoon tegenkomen. Maar hij heeft nog niet geantwoord met welke trein hij pakt en zo. In ieder geval, ik sta hier nu in mijn studio. En ik ga eventjes een potje Fortnite spelen. Dat zien jullie hier. Ik zal gewoon even dichterbij lopen. Kijk, alles staat ook klaar voor een heerlijke opname. Mijn opnameprogramma voor Fortnite. En hier voor mijn camera. Deze camera dus. Alleen, ik heb nog niks aangesloten. En dat moet hier even gebeuren. Dus dat ga ik zo meteen doen. En Fortnite natuurlijk. Dus ik ga even lekker twee opnames doen van Fortnite. En dan moet deze batterij alweer aan de lader, denk ik. Want de opnames kunnen toch wel tot 20 minuten per stuk duren. En ik kan ongeveer 45 tot 50 minuten opnemen deze camera in 2K kwaliteit. En dan gaan we later vanavond, als ik mijn camera dus heb opgeladen. Ik kom nog even zo meteen terug naar de opnames bij jullie in de vlog. En dan is het ongeveer 5:30 of zo. Dan ga ik even eten. En dan ben ik later bij jullie terug als mijn camera uiteindelijk ook weer vol is. Want ik ga met een volle accu van huis. Dus tot zometeen. Zo mensen. Holy shit. Ik heb de opnames nu net gedaan. En even zo doen hoor. Holy shit. Het is wel warm hier. Ik sluit nu net Fortnite af. En ik ga nu mijn opnameprogramma van mijn... Van gewoon alle twee de opnameprogramma's uitzetten. En dan ben ik even benieuwd hoeveel gigabyte ik heb opgenomen op dit moment. En wat mij verbaast is dat de camera nog steeds vol is. Dus ik moet er even wat aan doen. Ik ga zo meteen wel eventjes een vooruitblik gaan doen op wat er allemaal komt op de kermis in Schagen. Of wat er allemaal al is. Even kijken, ik heb vandaag totaal 6 gigabyte opgenomen. Oeh, dat is weinig. Dan zou ik nog wel een opname kunnen doen. Maar ik ga dat niet doen. Nee, ik ga namelijk lekker zo meteen editen. En ja, ik moet maar even kijken wat ik nu allemaal ga doen. Ik zou eventjes kunnen kijken of ik al moet eten. Nou, in dit geval nog niet. Maar ik zal zo meteen, ik zal nog eventjes gaan bellen naar Donnie. Want hij gaat, als het goed is, ook vanavond naar de kermis. Alleen, ik heb hem nog niet gehoord voor de rest. En dat lijkt me wel even handig. Want anders dan zit ik zo meteen helemaal alleen daar. Ja, met mijn flesje spa in beeld. We gaan eens even kijken. Ik zet hem even op luidspreker. En als het te interessant is, dan laat ik het wel even in de video. Voicemail van 06. Ja, dat heb je dus. Oké, ik zou misschien nog met mijn editor, die woont er toch vlakbij, eroverheen gaan. Maar die is als het goed niet thuis vandaag. In ieder geval, het is eventjes tijd om de attractielijst erbij te pakken. Even kijken hoor. Attractielijst, kermis en dan Schagen. Kijk, hier heb je een videootje van Kermis Channel. Ziet er wel goed uit. Ik laat het wel even gewoon even op de meest simpele manier zien. Namelijk zo, dat moet mijn camera wel kunnen. We hebben de Adventureland. Holy shit. Kijk, de botsauto's. Daar gaan we ook nog eventjes in. Ik laat alleen beelden zien en niet... Oh my god. Als er iets eng is, vind ik zelf, dan is het de booster wel. En dan vooral nog de grootste, want dit is de booster Max. En dat is nog een van de grootste ook. Oh my god, de breakdance zie ik. Hoe kunnen ze deze nou nog hier neerzetten? Deze, dit is precies... Wacht, dit is gewoon... Deze is losgeschoten toen. Dit is hem. Oh my god. Oh, dit is de... Escape? Breakout? Oh, spiegeldoolhof. Oh, dat is ook wel leuk. Kijk, mijn camera stuk gooien gewoon. Kijk, oh, de Ghost Villa. Woe. Oh, dat is ook wel leuk. De bank. Ik weet niet of ik daarin ga. Misschien wel. Nou, hier ga ik sowieso niet in. Dat weten jullie wel. En hier ga ik denk ik wel in. De Space Jam. En hier sowieso. Hier zit ik altijd wel in. En wat is dit? VR. Oh, dat is gewoon serieus. Oh, dat is echt zoiets. Dat is knijtereng gewoon hoor. Sowieso VR lijkt me nog vet om echt een keertje te gaan doen. Bijvoorbeeld voor een game video of zo. Of
voor de vlog iets in VR meemaken of zo. Ik heb geen flauw idee. Maar dat is in ieder geval wel vet. Ik heb sowieso al een paar attracties waar ik al voor inga. De botsauto's ga ik niet mijn camera natuurlijk meenemen. Dat leg ik al bij de kassa als dat kan. Want ik ga niet mijn camera... Ik ga het risico niet nemen. Desnoods alleen mijn telefoon. Maar als zou die door niet meegaan, dan weet je het wel. Dan word je sowieso geplet. Dus daar heb ik geen zin om met mijn camera dat ook te hebben. En ja, de booster, daar ga ik niet in. Nee. Maar misschien wel die ene Space Jam. Dat laat ik me wel lachen. En ook even een shout-out naar Jens. Want ik weet dat hij deze video kijkt. Omdat het natuurlijk een kermisvlog is. Dus shout-out naar jou. En misschien kom ik hem tegen vanavond. Denk het niet. Kan wel. Want het schijnt echt super druk te zijn. Dus of ik nog bekenden tegengekomen, ik heb geen idee. Ik ga in ieder geval eventjes een andere video nog eventjes afmaken. Door eventjes een introotje erbij te doen en zo. En dan is het alweer bijna tijd om te gaan eten. Ik ga soep eten. Als ik nog een fotootje erbij heb, dan is het deze. En nee, ik zal hem dit keer echt niet vergeten. Anders mogen jullie allemaal massaal reactie achterlaten met vergeten of iets... Een boze smiley of zo. Maar dit keer vergeet ik hem dus niet. En ja, dan zie ik jullie zo meteen. En of mijn batterij nog leeg gaat, weet ik niet. Want hij staat nu op 4 streepjes. Ik weet niet, ik moet nog even kijken. Zo mensen, ik heb net even lekker gegeten. En hier staat een ventilator. En dit is echt super lekker. Vooral als het mijn kamer in gaat waaien natuurlijk. Kijk, hij blaast rond zodat hij hier de kamer in gaat. En bij mij natuurlijk. Kijk, daar gaat hij. En dan zit hij ongeveer 1, 2, 3, 4, 5. Ongeveer 6 seconden zit hij dan hierin te blazen. Dat is wel super chill. Even kijken hoe ver mijn video is. Ah, nog maar 30%. Oké. Nou, dat betekent dat wij even de hond kunnen uitlaten. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik weet echt niet hoe vol mijn camera nu is. Er staat nu 4 strepen. Like what the fuck. Maar ik moet hem nu wel gaan opladen. Dat wel. Ik weet niet of het goed is, maar moet wel gebeuren. We gaan eerst maar even lopen. Dan ga ik maar een laden doen. En dan ga ik proberen om Donnie eventjes te bereiken. Of überhaupt iemand. Want anders dan zit ik zo meteen helemaal alleen daar in de stad. Daar heb ik geen zin in. Dus ik ga even je hond wat laten. Oké, mensen. Jullie zullen misschien afvragen waar ik nu precies sta. Ook al kan je het al een beetje zien. Ik sta hier op het station. Ik ben al met de bus hier naartoe gegaan. En nu moet ik nog eventjes wachten op dat de trein richting Amsterdam Centraal vertrekt. Dat is om 8 uur. En het is nu 7:45, dus ik moet nog even een kwartiertje wachten. Ik kan alvast in de trein gaan zitten. Gaan we ook alvast even doen. En ik weet uit ervaring dat je in Schagen zo ver mogelijk achterin moet zitten. Om zo snel mogelijk natuurlijk te kunnen lopen. Ik wil hier altijd wel een keertje kijken. Hier zo. Altijd benieuwd hoeveel mensen zijn. Voor u niet. Dat is mooi. Goh, wat een luxe. Dikke tv. Oh, dat zou wel vet zijn. Dan zou je voor bijvoorbeeld reizen van 10 uur of zo, of gewoon een hele lange rit, dat je gewoon Netflix hierop kan kijken. Dat zou wel echt vet zijn. Ik ken er niks mee. Ik ken ook geen YouTube op aanzetten. Dus jammer, anders heb ik mijn eigen vlog ervan aangezet. In ieder geval, ik zit nu eventjes in de trein dus. En ik heb al iemand gesproken. Die gaat zometeen mee. En ik kan volgens mij ook mijn camera hier neerzetten, dacht ik. Nou, dat is te laag, laat maar. Dan zou ik het hier moeten doen. Maar goed, ik zit dus nu in de trein. En ik heb iemand gesproken. En zometeen gaan we elkaar ontmoeten, dus gewoon meeten bij elkaar, bij de botsauto's. Dus ik ga niet de overdelen kermissen eerst lopen, ik ga namelijk omlopen. Dus dat ik dan bij de botsauto begin en dan beginnen we daar gewoon met het rondje. Ik heb ook even gevraagd, ik moet hier bij het station om 10:45 weer zijn, want dan vertrekt de laatste bus. Dat is wel jammer, dus ik heb maar 2 uurtjes of zo. Dus ik kom hier, ik kom rond 8:15 in Schagen en... Dan heb ik ongeveer 1,5 uur. Dus ik ben ontzettend benieuwd of ik het allemaal ga redden. En anders heb ik toch iemand die me kan ophalen. Dus, en anders blijf ik gewoon daar ergens pitten. Maar goed, dat dus in ieder geval. Ik ga niet veel batterij verspillen voor nu. Ik ga dus eventjes naar Schagen rijden met de trein. En ik zie jullie zo meteen. Oh, bijna! Yay!
Zo mensen, dit is echt pauperleuk dit. Wel saai voor 5 euro, maar goed, helemaal top. Wow! Nee! Ah! Oh, dit is eng met mijn camera dit. Nee, kom op, nee! Ik kan dit. Jawel. Ja! Yes! Oké. Hey, nu ik. Oh, echt. Hey, kom. Bam! Kom nog een keer. Oh! Ah, cool. Oh nee, hier gaat het regenen. Nee! Hey, maar ik dacht dat die vrouw er zelf in ging staan of zo. Kijk, ja, hem ogen dicht hoor. Ja, ik kijk alleen op het schermpje. Ik ben Pipo! Nou, ja, hier ben ik Pipo. Dat is dus een spiegel. Ik wil het zo. Hey! What the fuck? Hey! Wat moet zijn? Dit is moeilijk, we zitten vast! Hey! Ja! Yes! Helemaal top! Zo mensen, we zijn net hierin geweest. Ik moet echt even mijn vinger in mijn keel doen, want dit is niet normaal. Wat vind jij ervan, Axel? Ik voel me helemaal kut. Ja? Jezus! Ja. Ik kijk ook op mijn telefoon. Nou, mijn telefoon doet het nog, want ik heb een bericht gelezen. Maar het is tijd om naar huis te gaan. Nog even de laatste beelden ga ik opnemen en dan vind ik het helemaal mooi geweest. Ik ben net in die bank geweest, ik voel me misselijk. Ja. Kun je er niks tegen doen, zeker? Oh. Oké. Oké mensen, ik ben even aan het rennen hier zo, want ik heb nog 2 minuten voor de trein. Axel is hier, homo. Dus wat vond je van de kermis? Leuk hoor. Mooi. Ja, nee, dat valt mee. Maar goed, ik zie jullie als ik in de trein zit. Zo mensen, ik zit nu in de trein, zoals je kan zien. En het is ongeveer nog 5 minuten rijden en dan zijn we er. Dan word ik opgehaald met de auto en dan ben ik uiteindelijk weer thuis. Het was echt super gezellig. Ga ik later nog even wat over vertellen. Zo mensen, ik ben thuis aangekomen. Holy shit, het is nu al 11:45. En ik ben nu al gesloopt, dus ik ga zo meteen al slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. En ik sta lekker even bij de ventilator hier zo. Want ik heb het nog wel een beetje warm. Dat ritje in de bank. Ik denk dat de tweede keer nog net genoeg was. Alleen de derde keer net iets te... Net gewoon eentje te veel was. En ik merk net dat ik hier nog een 2 euro over heb. Oké, netjes gedaan. In ieder geval, bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk heb je genoten. Doe eventjes een duimpje omhoog. Ik heb enorm genoten. Ik weet niet precies hoe lang deze video is. Ik denk wel erg lang. Dus doe nog eventjes een duimpje omhoog. Ook voor de editor, voor mezelf dit keer. Super tof. Wilt u andere video's zien? Klik dan op de knop naast mij. Hier abonneren.
Axel, bedankt voor het aanwezig zijn vanavond. Het was echt super gezellig. En ik zie jullie bij een nieuwe vlog. Doei mensen!